Dames en heren, hartelijk welkom bij aflevering 10 van Assassin's Creed. Okay, people, let's go to work. Ja, die vrouw kon mooi zingen hoor. We gaan de missie starten, want we hadden beloofd in de volgende aflevering gaan wij een missie starten. Goed om je te zien, kom binnen en drink wat. Word dronken en word nooit meer nuchter. Goedemorgen. Goedemorgen. Ahoy, Kenwe. Wie heb je bij je? Adewale. Adewale, de kwartiermeester van de Jackal. Jackal? Je vernoemt je schip naar een vogel? Grapjas. En kijk dat heerlijke. Ook dacht dat het brood was op de achtergrond. Op die plank zat. Ik denk dat het een stuk brood lag. Ed Thatch, Ben Hornigold, James Kidd. You let him carry a pistol, do you? Peace, Ben. Ade saved my life. And now we're looking to find a crew to fill out the rest of my ship. Inderdaad, Ben, niet zo onzeker. Niet zo bang, niet zo angstig. Use caution. A shipload of the King's sailors showed up before night back, causing trouble and knocking about like they own the place. Right. I'll see who I can muster. Okay. En de bemanning van de Jackdaw. Deze meter toont aan hoe groot je bemanning is. Zonder bemanning kun je geen schepen plunderen. Logisch. Gewoon de logica hier. Om grotere schepen te enteren heb je een grotere bemanning nodig. Nou, de logica stroomt over hier. Je kunt op twee manieren bemanningsleden recruteren. Je kunt ze aannemen in een taverne. Je kunt piraten in nood helpen. Nou, dat doe ik eigenlijk al, hè. Dat weten jullie. Als wij piraten zien... Oké, recruteert. Piratenrecruiter. Oké, we gaan piraten recruiten. Dat betekent gewoon het samenstellen van een groep piraten. En nou weet ik dat die kant zitten piraten, maar dat is een verboden gebied. Dus ik loop daar omheen. En dan gaan we maar eens even kijken naar de eerste groep piraten. Die staan helemaal achterin. Even een eindje lopen, jongens. En dat zijn die piraten die in nood zitten. En die help ik dan. En ik heb het gevoel dat ze allemaal in het verboden gebied zitten. Al die piraten zitten geloof ik in het verboden gebied. Heel fijn. Not. Want dan moet ik weer gaan assassinaten. Hier verboden terrein. Dat is gelijk bonje. Dan vraag je gelijk om stront. Eigenlijk wel. Kunnen we die plant beklimmen? Nee, natuurlijk niet. Plant is niet om te beklimmen. Nou, dan even kijken jongens. Ik moet een piraat Nou, ze zitten allemaal in verboden gebieden. Heel fijn. Maar ik wil wel naar deze plek toe. Dus als we dat omcirkelen in de map. Dan geeft hij aan dat het 100 meter verder is. Nou, ik zeg doen. Misschien vinden we onderweg wel iets leuks. Dan heb ik het over een kistje of een liedje of zo. Oké, nu komen we in de buurt van een verboden gebied. Is not fijn. Want dan moeten we waarschijnlijk al die... Oeh, kijk, daar zitten ze al onder schot. Oké. En daar zitten ook aardig wat vijanden. 4. Ik heb een idee. Ik ga op... Wauw. Wacht even, jongens. Dit ga ik even proberen vast te stellen. Dat we even dit doen. Heel gevaarlijk wat we nu doen. Heel gevaarlijk wat we nu doen. Maar YOLO. Oké. Tot nu toe doe ik het naar mijn weten wel redelijk. Wat ik daar ga doen is ik spring naar beneden. En die gozers vang ik even. Totdat ik even dit heb gedaan. Let op jongens. Namelijk een... Ik ben de naam kwijt. Synchronisatie. Een synchronisatie. Dat betekent weer dat we een oppervlakte zien van dit mooie gebied. En ik weet niet of ik nou in een kistje kan stappen. Ik moet even kijken wat er nu gebeurt. Kijken. Kan ik hun aanvallen? Vermoorden. Ik ga het proberen. Ik denk dat ik hun vermoord. En dan snel in die hooibaal daar gaat kruipen. Let op. Pat. Wegwezen, 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 wegwezen. En hop. Gebeurt niks. Is dus niks gebeurd. Bemanning recruten. Huppakee. En in de... Hup. En die mensen denken van, wat zit hij nou in die hooibaal te doen? Huppakee, ik ben weg. Doei, doei.
De volgende. Oké, dat is iets te ver. Dat is iets te hoog. Dat kunnen wij niet springen. Dan gaan we maar lekker over de daken heen lopen. Ik ben als het ware een echte assassin. Dat is mooi. Goed om te weten. Hallo meneer. Mag ik er langs? Dank u wel. Verboden terrein. En hierboven zit een... Oh, wacht eens even. Dat gaan we anders aanpakken. En hoe gaan we dat aanpakken, Vincent? Nou, dat gaan we op deze manier aanpakken. Ik ga namelijk omhoog hier naar boven. En ik zeg zo van... Wat doe jij, piraat? Wat doe jij? Huppakee, ik neem je mee. En ik bevrijd deze piraat. Je moet anoniem zijn voor interactie. Nou, ik ben anoniem. Oké, 8 van de 15. Dat betekent dat wij nog één stukje moeten bevrijden. Een paar gasten. En ik geloof dat ik hier op een nieuw gebied ben. Met een nieuwe kist. Dat zijn er 4 van de 22, als ik het goed heb. Uit mijn hoofd. Zijn het er 4? 4 van de 22. En kunnen we hier misschien wel het gebouw in? Nee, dat is geen gebouw. Wel een lied hier bovenop. Kunnen we dat lied pakken? Zullen we dat lied pakken, jongens? Gewoon tijdens de missie? Ik vind het goed. Kom hier, lied! Ik wil je! Ik wil je, lied! Kom hier, lied! Ik heb je nodig. Voor op het schip. Ik heb je nodig. Kom op, kom op, kom op, kom op. Ja. Nee, niet. Hij moet hem pakken, jongens. Kom op. Ja. Waar gaat hij heen? Ja, hallo. Weggewaaid. In mijn broek is die ook weggewaaid. Jongen, de gezeur. Oké. We gaan nu naar deze zeemannen toe. Want die zitten namelijk vlak bij mij. En die moeten we gaan zoeken. Oké. Ja. Laat ik bovenop blijven. Daar zijn ze. Hadden we dit al niet eerder gedaan, jongens? Waren we hier niet al eerder geweest, dit stuk? Nou, dan doen we het gewoon nog een keer. We doen gewoon een kleine herhaling. Maak het uit. YOLO. Waren we hier nog niet geweest? Als ik dit kan synchroniseren? Nee. Oké, dan zijn er dus 2 gebieden die op elkaar lijken. Grappig. Lekker krabbelen. Heerlijk. Nog 2 en nog een paar bemanningsleden. En die gaan we gewoon hier lekker doen. Zo, dat is lekker dichtbij. Zo, lopen we even over de takjes. En dan gaan we eventjes naar dat plekje toe. Wat ik had aangekruisigd. En dat is ergens hier. Even kijken. Verboden terrein, dat is hier beneden. Zie ik nu. Hoppakee. En alsjeblieft jongens, jullie kunnen gaan. En dat betekent ontwapen en vermoord wachters. Is me dat niet gelukt dan? Oké, ga naar de ophanging. Gezellig. Het blijft ook vrolijk, dit spel. En de ophanging, waar zou die plaatsvinden? Nou, ik zie maar 1 stukje piraterij op mijn mapkaart. Dus ik denk dat dat de goede plek is. Nu weet ik niet hoe ver het lopen is. Maar we rennen er maar gewoon even naartoe. Gaan we even over de daken heen, zo. Een shortcut. Een laddertje op. Au. Dat was te hoog. En dan gaat hij helemaal vallen. Valt hij naar beneden toe. Hallo mevrouw, laat me even deze rots beklimmen. Want ik moet namelijk... Bevrijd de piraat voordat hij wordt opgehangen. Hoe moet ik hem bevrijden? Hoe moet ik hem bevrijden? Moet ik ze allemaal vermoorden dan? Hoe moet ik dat doen? Oeh!
Oh, een groot gevecht. Neem die plaats. Beide galg, dames en heren. Bekijk het nu. Een prachtig gevecht. U mag het niet missen. Want als u dit mist, dan is dat zeker niet... Dat ging heel verkeerd mis. Waarom ging dat verkeerd mis? Omdat het niet de goede manier was om een piraat te bevrijden als hij opgestopt wordt. Maar dan weet ik gewoon niet hoe je dat moet doen. Een tactiek moeten we vinden. Ga naar de ophanging. We krijgen ineens 30 seconden tijd. En die vrouw denkt, oh, er wordt opgehangen. Bevrijd de piraat voordat hij wordt opgehangen. Ik wil hem best wel proberen... Ik ga het nog een keer vanaf die kant proberen. Oh, wat dan? Ja, maar hoe moet ik doen dan? Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet hoe ik hem moet helpen. Misschien moet ik dat koord doortypen. Ik moet een tegenaanval, maar dat lukt bij hem niet haast. Oh, die vent die mag maar niet. Een tegenaanval. Hoe doe ik tegenaanval? Is hij nou dood? Ja, oké. Okay. Helpen. Loslaten. Goed zo. Ik heb jullie geholpen. Zo gingen we dat dus doen. Zie je? We deden het gewoon goed net. Maar nu deden we het nog goeder. Dus nou is het goedst. Ja, nou is het goedst. Oké. Okay. Nou, dat ging goed. Toch? We hebben de piraten bevrijd. Iedereen is blij. Ik ben blij. Piraten zijn blij. Die man is hier op dat bankje blij. En waarom weten we niet. En hier naar boven toe kunnen wij de quest gaan inleveren. Het is gewoon een quest eigenlijk die we hebben gedaan. Huppakee, ze zitten weer te zuipen hoor. Jongens, zitten hier te zuipen terwijl ik het grove werk doe. Heel fijn dit. Jongens, je weet, ik had altijd wel een biertje mee. Have you heard of a place called the Observatory? Aye, it's an old legend. Like El Dorado or the Fountain of Youth. What have you heard? It's meant to be a temple or a tomb, hiding a treasure of some kind. That's it. See here. Oh, rot. It's fairy stories you prefer to gold, is it? It's worth more than gold, Thatch. 10,000 times above what we could pull off any Spanish ship. Robbing the king to pay his paupers is how we earn our keep here, lad. It ain't a fortune. It's a fantasy. We gaan dus een plunderactie doen, heb ik nou alweer begrepen. Ik ben benieuwd. Klinkt spannend. We hebben die piraten bij elkaar verzameld. En onze missie is voltooid van herinnering 02. Bemanning gezocht. Nou, we hebben helaas niet de 100% gehaald. Schiet op het touw om de piraat te redden. Dat moest ik dus doen. Ik moest dus richten met de pistool. Ik had al vermoeden toen ik hem... toen hij met dat ene schot die gozer op mij wou schieten. Nou, 2 van de 7 uitkijkpunten. Dit gaat altijd veel te snel voordat ik dat kan lezen. Maakt niet uit. We hebben een dobbelsteentje nu in de mapkaart. Een nieuwe missie. En nog even het kistje pakken voordat ik de video ga afsluiten. En dat kistje staat hier. En die man is lekker aan het dansen daar. Ga maar door. Ik stoor je niet. Ja, moment. Ik moet even via deze kant hier op. Waar is dat kistje? Waar is die kist? Staat die hier? Is dat... Dat ding? Is dit een kistje? Hallo? Staat het kistje binnen of zo? Nee. Hij staat hier in, geloof ik. Ja. Hier staat hij. Nou, kijk eens jongens. We hebben aardig wat geld weer. Ik zou zeggen, ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Een leuke missie. Het was een ontzettend leuke missie, vond ik. Het was weer iets anders. En dat merk je bij alle missies eigenlijk dat er iets extra's aan zit. En ja, in de volgende aflevering gaan we zeker weer verder met dit deel. Want ik vind het fantastisch worden. Het piratenleven. Ik voel me echt een badass piraat eigenlijk. Gewoon helemaal verkleed als een hitman. Ja. Dus mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Doei doei! Trommels, zit jij in mijn kanaal?